Mijn naam is Jos Jacobs en vanavond was een hele goede avond. Ik ben aangenaam, verrast door wat we hier vanavond kunnen doen. Vooral ook omdat er een groter en ook een diverser publiek aanwezig was. Er waren ook twee jonge gasten uit de Turkse gemeenschap die actief zijn hier, die mij nagedacht hebben. En ik heb wel de indruk dat er ruimte is om... dat het over een echte participatie gaat en niet over een schijnparticipatie, dat we een aantal voorwaarden hebben kunnen formuleren om dat kerkgebouw dat terug aan de wijk gegeven zal worden, om dat goed te beheren. Dus we zijn voornamelijk bezig geweest vanavond om de voorwaarden te formuleren van welke manier kunnen we dat hier aanpakken en welke rol kunnen buurtbewoners erin spelen, welke rol kan het stadsbestuur erin spelen. Het belangrijkste is dat we daaruit uitgekomen zijn, het is een verantwoordelijkheid die gedeeld moet zijn. De stad moet daar zeker actief een rol in blijven spelen en op een eerlijke manier de ruimte aangeven die er is voor participatie van de buurtbewoners. En die moet dan ook zo ruim mogelijk zijn door in heel het project, dus met regelmatige aftoetsing bij een ruime groep en dan een structuur die er rondgebouwd wordt rond die beheerder, waaraan die beheerder ook verantwoording moet afleggen en een gemengd bestuur van buurtbewoners, organisaties en stadsbestuur. Ik denk dat dat belangrijk is om in de gaten te houden. Een afwegingskader om activiteiten aan te toetsen moet door zo'n structuur ook afgetoetst aan een brede groep, zodat we echt een gedragen project krijgen hier in de kerk. Dus het was een geslaagde avond.